Ja, hallo allemaal. Heel goed dat je kijkt naar een nieuwe Ziggo E-Battle Beat the Champion. Met vandaag een heel bijzondere gast naast me. Geen speler van Ajax, geen jeugdspeler. Vorige week hadden we hier Emre van 15 jaar oud. Nu zitten we qua leeftijd een klein beetje aan de andere kant van het spectrum. Maar het is echt met groot genoegen dat ik jou hier mag aankondigen. Overgekomen vanuit LA, waar je al 15 jaar woont. DJ Junkie XL. Potverdorie, wat goed dat je er bent. Dank je. Ja, hoe is het? Nou, onwijs goed. Ja? Ja. Wat brengt jou nu naar Amsterdam vanuit LA? Ik was de eregast van het Nederlands Filmfestival. Want ik werk al heel wat jaren in de filmindustrie tegenwoordig. En ik was de eregast, dus ik heb daar allerlei dingen gedaan. En ik heb ook nog een gouden kalf gevonden. Ook nog? Dus daar was ik ook heel blij mee. Ja. Sinds ik hier was, fantastische mogelijkheid om eens even hier langs te gaan. Precies. Je bent echt Ajaxie? Ja. Van kind af aan. Kind af aan. Dat deden we in elk geval al. Ja, even een gouden kalf opgehaald. Je bent een grote naam in de filmindustrie inmiddels. Je hebt me verteld dat dat heel veel jaren heeft gekost. Maar je bent er doorgebroken in de filmindustrie. En we kunnen je kennen. Jullie kunnen hem zelfs kennen. Misschien niet van gezicht. Maar zeker ook van FIFA. Kun je uitleggen wat jij met FIFA hebt? Nou, ik heb een ontzettende goede relatie met EA Games. Al heel erg lang. En ik werk met hun onwijs veel aan verschillende spellen. En FIFA is daar één van. Ja. Natuurlijk, alles wat ik kan doen met voetbal vind ik gewoon te gek. Ik heb veel commercials gemaakt voor Nike. En daar zat 10 jaar geleden onder andere die A Little Less Conversation van Elvis zat eronder. Dat was voor het WK. Dus die relatie met voetbal heb ik altijd gehad. Met videogames en met commercials. En nu vroegen ze aan mij van, hey, wil jij die nieuwe FIFA werken? Dus dat was van, te gek. Daar heb ik echt wel zin in. Ja, je bent DJ en je maakt dus echt songs voor games. Wat heb je gedaan? Burnout heb je gedaan? Ja, ik heb onwijs veel games gedaan. Need for Speed, The Sims. Ja. En nu, dat is misschien wel heel leuk om te vertellen, extra leuk. Je hebt dus alle muziek gemaakt omtrent die nieuwe Journey met Alex Hunter. Ja. Ja, hoe was dat? Ja, was te gek. Ik had het hele script gekregen. Wat ik helemaal gelezen had. En daar zou ik dan de muziek van maken. Dus dat het echt gewoon, dat je echt gewoon voelt dat je gewoon die persoon bent. En dat je er echt gewoon, zeg maar, meegezogen wordt in dat verhaal. Als je ervoor kiest om dat op die manier het spel te spelen. Nee, precies. Maar dat is juist een van die sterke dingen van The Journey. Dat je echt het gevoel hebt van, wauw, ik speel hier echt in mijn eigen film. Ja. En ik denk, je realiseert het misschien niet echt bewust. Maar ga er maar eens bij stilstaan dat die muziek zo belangrijk is in The Journey inderdaad. En alle geluidseffecten, alle muziek eronder neemt jou helemaal mee in The Journey van Alex Hunter. Dus ik vind het echt te gek dat je hier bent. Een andere vraag over wat heb jij met FIFA. In hoeverre heb jij veel FIFA gespeeld in je leven? Ik ga niet vragen hoe oud je bent, maar je mag wel wat vertellen over. Ik ben 49. Ja. Ik heb FIFA vooral gespeeld in de periode eind jaren 90, begin 2000. Ja. En ik had twee vrienden die speelden dat elke dag. En op dat moment was ook in real life Manchester United was supersterk als team. En volgens mij een beetje upcoming, hè, United? Nu net weer een beetje dat het echt goed gaat? Ja. Maar goed, het maakte niet uit wie je was toen als andere helft. Als er gauw iemand gewoon Manchester United was het gewoon afgelopen. Gewoon, zelfs als je niet goed kon spelen. Overpowered, zoals ze dat noemen. Want dat was natuurlijk met Beckham. Zat Van Nistelrooy toen al of nog net niet? Ja, Van Nistelrooy. Ja. Ja. Het was echt, dat was de glorietijd voor Manchester United. Ja. En ik heb, bijvoorbeeld mijn Ajax-herinneringen. Kijk, ik ben 49, dus mijn vader die was echt Ajax-fanaat. Die had plakboeken met allerlei krantartikelen en zo. En ik heb gewoon vroeger nog wedstrijden gezien met Cruijff. Dat zijn te gekke herinneringen. Ja, dat is echt fantastisch. Echte Ajax-ziet. Dan ga jij straks spelen tegen Dani met FIFA 18, een game die net een week uit is. Ja, hoe gaat dat? Moet ik überhaupt iets van je verwachten? In eerste instantie mag hij me even uitleggen hoe die controls werken. Dat is een goed antwoord. Laten we daar beginnen. Ik zit al even te spieken. Het ziet er ongeveer nog hetzelfde uit als dat het 20 jaar geleden was. Maar hij gaat het me zo uitleggen, hoop ik. Ja, goed. Dat gaat ons wel ongeveer, denk ik, vertellen wat we kunnen verwachten straks. Ik ga geen battle verwachten. Ik ga niet verwachten dat Junkie XL Tom, moet ik eigenlijk gewoon noemen, denk ik. Of wil je dat? Ja, dat je nee, gewoon Tom. Gewoon Tom. Ik ga niet verwachten dat Tom hier een gooi gaat doen naar de koploperspositie. We gaan gewoon genieten van jouw spel. Welk team ga je nemen? Wordt dat United? Jij bent Ajax, neem ik aan. Normaal doen we altijd Ajax, maar
ja, hè, laten we jou gewoon toch in de game dan een klein voordeeltje geven. Nou, ik zie daar Real Madrid staan. Laten we die maar pakken. Lijkt me nu inderdaad ook het beste team. Goed, laten we heel even kijken naar de stand van, van dit moment. Dat is toch altijd even iets wat we erbij gaan pakken. Karel Eiting, talent bij Ajax. Misschien dat je hem kent. Doet het goed en deed het ook tegen Dani hartstikke goed. 5-5 werd het. Dat was de eerste keer dat Dani hier 4-18 ging spelen in deze serie. En Zion Fleming deed het ook uitstekend. Dat is Hakim Ziyech. Ja goed, wie het het slechtst deed, staat hier nu eigenlijk niet op. Dat was John Heitinga, die ging er met 8-1 af. John Heitinga, ja, ook iemand van de wat oudere generatie, laten we het dan zomaar zeggen. Ik hoop dat je het beter gaat doen dan John Heitinga. Maar ik zou zeggen, Tom, neem plaats naast Dani en we gaan van je genieten. Ik ga mijn best doen. Succes, succes. Chunky XL dus, echt een groot genoegen dat hij hier is. DJ en vooral groot geworden dus. Pak mijn bril er even bij. Even wat voorbereidingen treffen. Brilletje, ja hoor. Uitstekend, uitstekend. Groot geworden dus in de filmindustrie. En wat is het vet. Hij heeft dus gewoon die muziek gemaakt bij The Journey in FIFA 18. Ja, Dani, leg het nog even uit hoe die knoppen werken. Want ik moet dus eventjes... Dani, nog even wat doen. De microfoon aanzetten. Ja, dat is wel handig. Aanzetten, denk ik. Ja, uitstekend. Dan horen we jou okay, ook. Ja, maar nu ook te horen. Een aantal knopjes herken ik nog. Die herken je nog, oké. Dat herken ik nog. Dit is pasen. Ja. Dit is schieten. Ja. Dit is een dieptepaas. Ja. En dit is een voorzet. Ja. Klopt dat nog vergeleken met ongeveer. Dus. Ik denk dat de grootste tip gewoon is om het gewoon simpel te houden straks. Ja, kijk, pas. Als je gewoon je hand zo hebt, want hiermee sprint je de rechtsachter. En dan is dit gewoon pasen en dit schieten. Ja. Dus dat moet wel goed komen. En als je echt nog een beetje, als je echt gevoel erin hebt in die knoppen, dan kan je wel deze nog gebruiken. Dat is van spelen verwisselen. Dus dat je dan een speler selecteert die er het beste voor staat. Tom, wat verwacht je ervan? Ik verwacht dat dit desastreus wordt. Maar goed, we gaan deze, zien wat er... Deze hoef je niet te gebruiken, want dat is voor trucjes. Nou. Ajax Real dus. Ajax een beetje uit vorm, dat is natuurlijk nog door die wedstrijd tegen Vitesse thuis. Selectie is nog niet geüpdate wat dat betreft. Ja, top. Tom mag doorklikken. Gaat dus met Real Madrid spelen. Het team van dit moment natuurlijk in Europa. Champions League, titelhouder. Ja, kies maar een tenuutje. Blauw of zwart. Die wit is niet heel handig, denk ik. Toch wel wit? Prima. Zien we dat verschil, Dani? Ja, hier wel. Prima. Ja, we zijn benieuwd, Tom. Tom, hoe lang heb je geen FIFA gespeeld? 20 jaar. 20 jaar. Kijk, je hebt wel eens mensen waar je dan tegen speelt, die hebben de smoes van, ja, ik heb 2 weken niet gespeeld, man. Maar dit is wel even iets anders. Ik heb 20 jaar niet gespeeld. Dan wordt het op een gegeven moment wel echt een goed excuus. Dan wordt het wel dat ik denk, ja, oké. Okay. Dan kan ik me voorstellen dat ik er niet helemaal lekker in zit. Ja, de opstelling. Heb je daar nog bepaalde tactieken bij? Ik ga niks veranderen in de opstelling. Nee, ja, je haalt nu net wel een Ronaldo eruit, ongeluk. Lijkt me niet echt... te adviseren. Maar ik heb wel net volgens mij Ronaldo eruit gekikt. Ja, precies. Dat is een ongeluk gedaan. Je hebt hem nu geselecteerd. Dus als je nu... Naar boven. Ja. Dan helemaal naar boven. Links boven toe. Ja, dit is... En dan X. Ja. X. En dan heb je gewisseld. Hey, Ronaldo is weer terug. ik zou gewoon op rondje drukken. Dan ben je hier uit de wedstrijd. Tenminste, uit de Ronaldo is weer terug. Daar is een bekende gewoon 20 jaar niet spelen. En dan het eerste wat je doet is Ronaldo eruit gooien. Ja. Nou, rondje. Even kijken, rondje. Ja, en dan heb ik het voort. Weet je de 3 belangrijkste knoppen nog? Ja. Mooi zo. Maar ja, verdedigen, dat is denk ik maar een beetje. Ja. Tegenwoordig voor de wedstrijd is het laatste scherm. Gewoon hopen. Het is gewoon hopen. Dood of de gladiolen. Goals spelen die met de paasknop in het goaltje die licht geeft. Ja, kun een beetje gevoel krijgen. Dus die linker analoge stick gebruik je om richting te geven. Je moet nu met de X pasen in dit goal. Oh ja, nu, wacht. Nu ben jij met de X daarin richten. Hoi, hoi, hoi. Oké, probeer deze. Deze krijg je er wel in. Hij doet trucjes. Hop, ja. Ja. En nu moet je die kant op richten en dan X. Oh, hier. Oké, okay, nu heb ik hem. Ja. Oh! Oké, laten we beginnen. Oh, dit hoort wat, hè. Nou, succes. Tom, waar begin je aan? Waar begin je aan, Tom? Aan de wedstrijd Ajax. Oei, oei, oei. Goed, ja. Ja. Oké, daar gaan we. Wit, rood, wit. Versus het maagdelijk wit. Wat? Ja, het maagdelijk wit van Real.
Keeper. Uitstekend. Oh, dikke voetrol in zijn eigen 16. Hij heeft het lange volgaande veld dan nu al, volgens mij. Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat kan zien. Het kan nog best wel oprecht, nog best wel raar zijn om tegen te spelen, omdat hij... Bijna niks doet. Precies. Ja. Dat is soms nog best wel moeilijk, hoor. Hij stapt niet in, want hij doet niks. Oké, de shirtjes een beetje... Ja, het is een beetje... Een beetje lastig. Ja, hier zit je er weer goed tussen. Oh. Ingeleverd, dat dan weer wel. Dat was een goede paas voor mij aan jou. Oh! Ja, beter gedaan de veldman. Gefeliciteerd. Tot nu toe. 1-0. Doelpunt. Amin Younes. Zesde minuut. Ja, probeer het balletje heel veel rond te spelen, Tom. Ja, dus met rustig, die X-knop. Rustig rondtikken. Prima. Dit ziet er goed uit. Oh, dat was... Dat was even de verkeerde knop. Oh, ik dacht, ja, een dieptepaas, dacht ik. Maar, dat is deze. Ja, dat is de... De drie, kruisje. Ja. Driehoekje, dat is dieptepaas. Heb je nog wat op te zeggen, Koen? Commentaar. Nee, eigenlijk laat ik het een beetje gaan. Dit is geen wedstrijd om heel enthousiast commentaar bij te gaan geven of om elke situatie weer te gaan behandelen. Dus het is wel leuk om jullie bezig te zien, denk ik. Het is dit. In elk geval, 1-0, tiende minuut. Dani gaat zijn gang. Ja, uitstekend verdedigd. Gevaarlijk, bal rondgespeeld. Ja, vind ik korte paasjes. Kom je nog een heel eind? Ja, ik bedoel... Oh, dat is een mooie. Ja, Tom. Heb je kinderen eigenlijk? Heb je zoons? Ja, ik heb twee zoontjes. En die oudste heeft al een Ajax-shirt. Alright, hoe oud zijn ze? 4 en 1. Oh, best jong. Je hebt laat kinderen gekregen. Ja. Ja, dat kan tegenwoordig. Natuurlijk. Dat is helemaal in. Ze mogen er. En de oudste heeft al een Ajax-shirtje. Ja, dat gaat er goed de tijd in. Ga jij maar FIFA leren of... Dat gaat hij mij leren, denk ik. Ik weet niet of hij dan een goede leermeester heeft. Maar... Ah. Is ook eigenlijk helemaal niet eerlijk. Dus die had ik eigenlijk met Kruisje moeten doen, hè, die laatste pas. Ja, 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 of even de bal aannemen. Is jouw vriend. Hé, hey, kijk. Wat je ook kan doen is bij het rondpaas. Je hebt onderin zo'n radartje en die zwarte puntjes, dat ben jij. Ja. Tenminste, ja, wat zwart. Dan weet je ongeveer waar je de bal kwijt kan. Zien de mensen niet in beeld? Zien jullie camera's ervoor, maar inderdaad, natuurlijk, hier onderin de radar. Kijk, uitstekend. Bal wegpompen, dat is soms het best. Daar kunnen sommigen ook nog wat van leren. Ah, zo zijn we toch al een kwartier onderweg. 2-0. Natuurlijk, als het in dit tempo doorgaat, dan wordt het een monster scoren, maar... al een tijdje gedoepen gezien en deze blijft binnen. Ja, en dit is een hele goede paas. Benzema, houdt hij die bal ook nog binnen? Oh. Toch niet. Maar mogen we zeggen dat dit de eerste dreiging was? Ja. Volgende keer als je ver bent, klik maar gewoon een rondje. Misschien dat hij erin gaat. Ja, precies. Als je in de buurt van de 16 bent, gewoon poffen met rondje. Gewoon halen. Justin. Uitstekend verdedigd. Ja hoor, alweer. Oh nee! Oh. Tikkie terug, Jaap. Ja, het was een klein tikkie terug. Oh, oh, no. Oh, oh. Kijk. En Navas laat hem lopen. Navas, ik wou zeggen Onana, maar dat heeft hij natuurlijk niet. Dat is Ajax. Nee. Dat was zo'n zacht tikkie. Oh. Hij raakt hem nog, Navas. Eigen doelpunt, Navas staat er in beeld. En dus 3-0. Ja, normaal gesproken is dit een jantje. Dan... oh, niet doen. Kijk uit, kijk uit, kijk uit. Oh, god. Ik hou mijn hart vast. Hij vergeet volgens mij te rechten. Ja, dat is inderdaad het multifunctionele. Je moet en aangeven wat je doet en aangeven met de joystick waarheen je dat wil doen. Waarheen je die actie wil uitvoeren. Oeh. Schot naast. Dan zie je toch dat Dani het soms lastig heeft. Je maakt verkeerde keuzes onder druk. Ja. Dit kun je best in een lange bal doen met vierkantje. Die linker. Vierkantje of gewoon ingedrukt houden op zo lang. Ja, okay, ja, precies. Nee. Dan is hij maar weg. En dan kan je hem doorkoppen met X. Het kruisje. Benzema kopt hem inderdaad door. Ja, je bent hem. Blijft in zijn bezit. Uitstekend. Goed doorgepast. Oei. Ja, die richting geven is uitermate belangrijk. Beel. Benzema. Goed. Oeh. Oh, dat loopt niet meer. Maar Tom, echt oprecht. Wat vet dat je hier bent. Hartstikke mooi. Je hebt eerder een nummer in FIFA gehad, toch? Was het FIFA 2005 of zo? FIFA? Ja, klopt. Welk nummer was dat ook alweer? Kun je die... dat was de remix van Sarah McLachlan, volgens mij. Ik ga hem gewoon even opzetten. Misschien, laten we dit zeggen. Als het die snelle, korte corners, hè, pak jij. Ja, klopt. Alles kort, hè? Een beetje barstenstijl.
zoek hem op in elk geval. Dus typ op YouTube FIFA 05, FIFA 2005, Junkie XL. En je hebt het nummer. En misschien, als je iemand bent die die game toen al speelde, dan gaan er echt oude herinneringen weer naar boven komen. Want dat, zo werkt het altijd. Met oh! Ah, hij is weg, hij is weg. Nou, 30 minuten, 3 goals. Ja, nou ja. Als het zo doorgaat in deze ritme, dan wordt het 9-0. Dan is het op zich. In deze ritme. Maar er zijn wel vaker dit soort scores geweest, hoor, na 30 minuten volgens mij. Dat kan je hier over mee kan praten. Nee, hij is niet, dat was niet zo extreem. Hè? Naast. Het is nog best moeilijk om tegen te verdedigen. Ja, oprecht. Omdat hij niks doet, hè? Ja. Doorkoppen met X. Ja, die heb ik. En ja, met verdedigen, Tom. Kijk, nu zie je dus dat jij de hele tijd een soort spits nog controleert. Oh. Met het rechter analoge stickie. Of met de L1-knop kun je je mannetje veranderen. Dit. Nee, de rechter pookje, zeg maar. Rechter knuppeltje. Hoe je dit. Dat je, ja, dat je switcht van mannetje. Rechterop. Ja, dan switch je van mannetje inderdaad. Maar dan is L1 misschien nog wel makkelijker. Ja, L1. Dus als je nu L1 zou drukken, dan zie je dat je een ander mannetje selecteert. Oh, dit is deze. Ja. Ja. Hey. Scheids. Nee hoor, niks aan het handje. Om mijn gleden over de bal. Schwalbehuntelaar. Staat bekend als een echte schwalbekoning. Oh. Hier, Younes. Dani op jacht naar 4-0. Oh. Slot weer gekraakt. Nu hey, hey, hey. Ah ja. Stuntelaar. Ongelooflijk. 4-0. Zit het ook niet mee voor Junkie XL? Het zit niet mee. Nee, het zit gewoon niet maar mee. Maar ik heb toptijd hier. Mensen vroegen aan mij, ik vertel dat jij vandaag in de studio kwam. Waarom XL? Is die heel groot of zo? Ik zei, nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Waarom die XL achter je naam? Expanding Limits. Hoe zeg je? Expanding Limits. Expanding Limits, oké. Je grenzen verleggen eigenlijk. Je eigen limits verleggen. Want dat is jouw ambitie. Dat tekent jouw constante dat verdedigen ambitie dat is pittig. Groeien. Ja, precies. Ja. Dat schiet is nog wel te doen, maar... Dat is heel mooi. Ja, ik denk, hoe gaat het nu... Onthoud gewoon richt en pasen. Het is 5-0. Goed. Maar daar staat hij weer, helaas. Ja, dan moet hij wel doen. Laat hem één keer even in de buurt van het doel komen, zodat hij kan ervaren hoe het is om te schieten. Oké, wacht. Ik probeer nu de bal te geven, maar elke paas komt aan, dus dat is een beetje moeilijk. Ja, dat is een beetje moeilijk, ja. Pak de bal eens af. Ja. Ja. Oké, wacht. Loop naar mijn goal toe. Ik loop al weg. Uitstekend. Oké, niet meer paas, niet meer paas. Ja, niet meer paas inderdaad. Nu gewoon pak de bal lopen. L1, ja, uitstekend. Pak de bal af. Aflopen. Ja, dit is oprecht heel kut, hoor. Dit is echt moeilijk. Ja, schiet een rondje. Rondje! Oh! Shit, man. Ja, dat zit inderdaad niet mee. Het verhaal die van deze eerste helft. Die goal komt nog wel, ik beloof het je. Is dat het gewoon niet mee zit? Oh, kijk. Oeh. Maar Expanding Limits. Mooi dat verhaal erachter is. Dat is wel een goede ambitie. Ja, je moet gewoon zeggen, gewoon op de paal. Oh. Ja, Dani, even jouw analyse in de rust. Ja, ik heb het gewoon lastig. Hij schoot ook nog op de paal. Moeilijke wedstrijd. Ja, en, Tom, vertel eens hoe voelt het om die game na 20 jaar weer aan te raken? Ja, helemaal te gek. Helemaal te gek. Fantastisch, echt fantastisch. Ga je dat missen? Er nog tactisch nee, in? Ik vond het ze best wel goed gedaan hebben. Dus hoe is dat nou om dat nu zo te zien na 20 jaar, dat het zoveel verschil... Zoveel flashier. Dat het zo anders is inderdaad. Zoveel flashier. Toen was het ook veel meer. En dat je dan 20 jaar geleden denkt van dit is realistisch, weet je wel. Ja, precies. Dat is toch eigenlijk best wel... Ja. Dit is heel vet. Gaaf, man. Geen tactische omzettingen. Nee. Ook bij Dani niet, denk ik. Dezelfde elf, toch? Dani? Ja. Doven? Nee, ik heb Neres erin voor Younes. David Neres. Vorige keer miste die verlegen goal. Toen heb ik gezegd dat ik hem niet meer erin zou hebben, maar ik heb nog een kans. Natuurlijk, met die 2-0 tegen de Veen. En zo die twee goals. 1-2-0. Oh, die gaat. Ook nog 6-0. Gelukkig spelen we vandaag van de leuk. Kijk, ze dansen, die gasten. Ja. Ik heb een beetje Neres dansje. Klein beetje. Mooi stiftje, Justin Kluivert. 6-0. Dani, ik denk dat jij nu gewoon voor jezelf even wat challenges moet gaan bedenken. Ik vind dat jouw volgende doelpunt een omhaal moet zijn. Of een goal met Onana, vind ik. Of een goal met Onana, of een omhaal.
Anders dan, dan tellen we ze gewoon niet. Oké. Okay. Ja? Is goed. Doe je ding. Expanding limits heet dat. Grenzen verleggen. Oh! Kijk, zie je, daar gaat het fout. Schiet! Gewoon doen! Tuurlijk! Is goed voor de statistieken. Oké, okay, komt ie. Ja, ga je met Onana? Is het makkelijker denk je dan een omhaal? Op zich wel misschien. Hè? Onana. Kan het was doorheen lopen, ja dus... Wat tactisch kan zijn, is gewoon mensen terug te sturen. Middenvelders terug te laten lopen. Kijk, dit precies. Gewoon eraan hangen. Oh god. Oh, Nada! Oh shit. André. Oh shit. Waar gaat ie? Oh, oh, oh. Kom maar met z'n allen bij elkaar. Nou, oké, okay, dan volgende doelpunt, maar gaan omhaal, jongen. Oké, okay, ja, volgende challenge is een omhaal. Maar dat wordt nog wel eens wel moeilijk. Ja, dat is echt lastig, hoor. Ja, zeker met zo'n onberekenbare tegenstander als... Precies. Nou ja, voorzetten zijn gewoon niet zo heel makkelijk om echt achter de man te geven, denk ik. Oké. Okay. Ah. Ik heb wel een plannetje bedacht. Kluivert, Huntelaar. Dan gaan we nu los met het commentaar, want vanaf nu wordt het spannend. Gaat er inderdaad een omhaal volgen? Huntelaar. Gaat waarschijnlijk de achterlijn halen. En Dani speelt vals! Nee, grap. Ik wil proberen via de keeper een rebound te pakken. Omdat hij corner gaat. Oh, oké. Okay. Kluivert, Neres. Is de keeper me verpakt? Wat doe je? Ik probeer corner te krijgen. Via een gewone voorzet krijg je nooit omhaal. Alleen met pro-clubs, hè? Is dat zo? Ja. Oh, gek te doen. Huntelaar. Naar zijn rechter. Ik moet even. Je zag schieten en dan pakte ik hem nog eens. Oh! Het telt niet, nog steeds 7-0. Het is gekwalificeerd. 3-0 voor Junkie zelf. Ja. Ik heb van de regels gehouden. Ik probeer gewoon niet te scoren en dan gaat het. Wil je hem daarnaast knallen of zo? Nee, ik probeer hem via, want ik moet via een omhaal scoren. Ik probeer hem via de keeper uit te schieten en dat ik dan een corner heb. En dan hem voorgeven. En, het is nog best wel moeilijk. Uur gespeeld. Omhaal! Stand is 8-0. Ja, dat is geen omhaal. Hey, hey. Hij blijft binnen. Ja, Tom, gaat er nog een doelpunt van jouw kant? Nou, het ziet er heel even uit dan. Schiet! Tuurlijk! Oh! Ah, toch de tweede keer dat Tom heel dicht bij een doelpunt is, hoor. En dat kan niet iedere tegenspeler van Dani hem navertellen. Benzema hier, weer dreigend. En? Benzema? En? Vecht zich in dat duel. Benzema bijt zich vast daar. Nog altijd geeft hij niet op en De Ligt heeft het lastig. Benzema? Ja, daar heeft hij hem. Nee, toch niet. De Ligt weer. Maar Benzema blijft erin geloven. Gaat voor elke bal. En wat een druk van Real Madrid. Oei, oei. Het wordt dadelijk niet te veel. En Bill, oh, de nieuwe schot. Weer overleefd. Is dit een hoekschot? Nee. En ze weten het niet meer. Hoekschot nu. Junkie okay. XL drinkt aan. Je moet er met hier even voorgeven, maar je moet er echt 1 seconde ingedrukt houden en dan koppen met rondje. Dus voorgeven ja. En dan koppen. Klik nu gewoon. Oh, die was vies. Nou ja, oh! Oh! Dit verzin je niet. Wat een kans nu. Ja, Tom begint het in de vingers te krijgen volgens mij. Rondje? Ja. Oh! Oh. Ja, dit is toch kans nummer 4 hoor. Ongelooflijk dat er nog niet is gescoord door Real Madrid. En Dani komt heel goed weg. Oh, wat een hier weer de bal ingeleverd. Oh. Benzema, schot nummer 5. En weer op ongelofelijke wijze. Wordt dat ook meteen schot nummer 6? Wordt die bal gered. Hé, hey, dat is meer. Oh. Ja, dat is gewoon een overtreding. Benzema. Ja, je werkt goed aan de statistieken. En natuurlijk gaan ze dan nog een beetje tijd rekken, want het begint toch wel een beetje spannend te worden. En Tom, ik denk als mensen deze statistieken zien, dan denken ze van, nah, dit is geflatteerd. Dit had nooit 8-0 kunnen zijn. Ja, je moet het eigenlijk 100 keer laten schieten dan de statistiek uploaden. Ja, precies. Ja. Wacht, pak de bal eens. Ja, dat probeer ik. Ja, lopen, gewoon lopen. Wacht, één knopje klik. Gewoon naar de bal toe lopen, om mijn mannetje heen. Ja, ja. Die heb je. Ja. Oké, schiet. Nee, niet
Oh. Afgekust. Ja, kwartier te spelen nog. Onana, wat doe je? Onana. Onana weet het niet meer. En wordt dit dan een goal? Oh god, oh god. Oh mijn god. Dat is niet normaal. Schiet. Onana is sterk. Onana, inderdaad. En? Ja! En? Ja! Yeah. Oh. Tom, hoe voelt dit? Dit is toch wel verdiend. Ja. Is ongelooflijk. En als hij nog een goal maakt, komt hij boven John Heijden. Gaat hij dan een spannend maken om niet het laatste te eindigen? Ja, de laatste in het klassement moet een challenge doen, dus John zit nu met de grillende vingers te kijken naar deze video. Er was vorig jaar was het toch bijna een goal met Onana, dat hij een beetje aan het sukkel was achterin. En toen pakte een tegenspeler. Dat werd een goal, ja. Maar het was ook een overtreding, dat wel. Maar het was, ja. Bij Groningen bedoel je toen? Ja. Groningen uit. Oh. Nou. Oh. Na. Hij heeft 10 minuten de tijd om boven John Heijden te gaan komen. Deel. Uitstekend. Mooie paas. Oh, met een paas ook. Goed gezien. Viergever. En dan gaat hij waarschijnlijk... Moet dat niet doen. En we doen dat goal. Nani wordt overmoedig. En... Verre hoek gezocht. Ja, ik snap die gedachte wel. Dat was niet zo gek. Dat was niet zo heel gek. Gekke poging, nee hoor. Je moet zeggen, even social media de statistiek uploaden. Ja. Geflatteerde zegen. En hij probeert ja, schoonies. Hij heeft nu heel veel 8 of 9, denk ik al. Dus, kansen die stromen nu wel. Benzema uit de lucht. Dat was echt schoon nummer 10, denk ik. Benzema. Matthijs de Ligt is sterk. Ja, hè? Oh. Ook lange hoek. Oh. John Heijten staat zwaar onder druk. Ja, Tom, je merkt dat er ook heel veel van belang is, hè? Ook met alles, zeg maar. Hoe je staat, hoe lang je hem inhoudt, de richting. Loop door nog. Lopen. Je bent door. Loop, schiet. Oh. Ja, elk schot haal je net iets te lang in. Je houdt die dat rondje. Waarom loopt ze langzaam als je toch gewoon die kant op goed? Of kan je nog bepalen hoe snel je loopt? Ja, als je met deze ingedrukt houdt, dan gaat hij sprinten. Oh, dan gaat hij sprinten. Ja, wacht, pak de bal eens. En dan met die ingedrukt houden moet je dan rennen. Laatste probeer weg te lopen, het lukt niet. Viergever met Benzema. Ja. Het was misschien niet de spannendste... Ja, kijk, nu gaat hij sprinten. En dan rondjes. Ja, schiet! Nu dan! Oh! Wereldredding. Maak die goal. Wereldingreep Onana. 3 minuten blessure. Dit meen je niet. De spanning stijgt. Nee! Zo lag hij er ook bij in Berlijn, in Parijs, in Londen. Madrid was het. Wat een leven, jongens. Wat een leven. Sorry, John. Een ongeluk, man. André Onana. André Onana. Of gaat er nog een goal vallen? Daniel Tijd geen kans meer gecreëerd, maar... Oeh. En dan zit het er toch echt bijna op. Geflatteerd. Het publiek heeft 90 minuten lang op het puntje van de stoel gezeten. Een geflatteerde zegen natuurlijk. Ik weet niet hoe Dani dit doet. Kan je toch zien dat hij met WK is geweest. Van Beek. Huntelaar. Komt er nog één Ajax-doelpunt? Het lijkt er nu wel op, ja. Oh. Maar wie staat er nu hoger? Is het John Heijka? Weet het niet. Ik denk dat Tom hoger staat. 2 doelpunten. Doelsaldo's gunstiger. Ik denk inderdaad dat jij in de laatste staat. Pot die bal maar weg. En ja, dan is het voorbij. Oh. Dan is het voorbij. Ja, goed gespeeld, ja. Worden de handen sorry, weer geschud. Man. Ik kan er niks aan doen. Tom, kom erbij. Ja, Dani laat nog maar even 3 doelpunten zien of zo. Dan, Toch 13 schoten, hoor. Laat maar even 3 doelpunten zien, Dani. Alle statistieken op alle doelpunten, dat wordt wat gek. Nou ja, natuurlijk... die kan je niet allemaal laten zien. Een Real Madrid doelpunt zit er niet eens bij, volgens mij. Een goal van Huntelaar, laten we dan maar even zien. Ja, dat is jouw specialiteit, hè, nu. Met hoekschoppen, eerste paal. Ja, dat is een prachtgoal. Ja. Maar dan gaan we de kruising. Natuurlijk. Ja, de goal van Onana, die moet er natuurlijk ook van opstaan. Ja, dat was een uniek doel. Hele veld overgedribbeld en prachtig afgerond natuurlijk. Keurig. André Onana. Keurig. En waar is de goal van hem? Staat hij er nog op? Nee, dit is de laatste goal van jou. Oh, hij staat er niet op. Nee. Goed. Ik denk dat het duidelijk is. We hebben genoeg doelpunten gezien. Tom, ja. Ja, vertel het maar. Hoe was het om tegen Dani te spelen?
Ja, klas apart, hè? Ja, dat uiteraard. Hoe was het überhaupt om weer na 20 jaar de Ja, te spelen? Ja, ik vond het wel te gek. Maar voor mij zou het nu levensgevaarlijk zijn, omdat thuis gaan aanschaffen. Want dan kom ik gewoon aan werken niet meer toe. Dan zit je echt zo... Ja, dat was mijn volgende vraag. Kunnen we hier ooit terugverwachten dat jij nu inderdaad de komende maanden gewoon weer als een beest FIFA gaat spelen? En dat je echt hier over een paar maanden getraind en wel weer terugkomt? Ja, wie weet. De volgende keer dat ik kom, heb ik getraind. Ja? Beloof ik. Met je zoon van hier? Die houden we. Uitstekend, die houden we erin. Nog één vraag. Heb je nog leuke dingen op de planning qua FIFA of andere games waar je muziek voor gaat maken? Wat kunnen we even verwachten? Er komen wijs veel leuke dingen aan, maar ik mag er nooit iets over zeggen totdat het uit is. Nee, ik moet altijd mijn mond houden. Je wou het opnoemen. Nee, dat geloof ik graag. Hoe lang ben je nog in Nederland? Kun je nog naar Ajax? Nog een dag. Nog één dag? Ja. Oké, dus een wedstrijd van Ajax. Nee, we hebben geprobeerd dat te plannen, maar ik zat dus in Utrecht. En jullie hadden volgens mij ook twee uitwedstrijden. Ja. Gisteren was uit en vorige week was uit. Ja. Dus was niet gelukt. Goed, dus. Ja, dat staat nog voor de volgende keer op de volgende keer weer. Ja. Goed. Tom, onwijs bedankt dat je hier was. Ik vind het echt een eer, oprecht. En iedereen, als je The Journey speelt, als je nummer van Junkie XL voorbij komt, dan denk je aan Tom en dan denk je aan het genieten van deze heerlijke Beat the Champion. Niet de spannendste, wel een van de leukste, denk ik. Nee, ik vond het spannend hoor. Ik vond het echt spannend. Het was, het was soms wel even spannend. Tom, nogmaals, onwijs bedankt. Je was een hele fijne gast. Bedankt voor het kijken en tot de volgende Beat the Champion. Dankjewel. Adios.